Beste kijkers, welkom bij ons in studio vandaag. Um, we gaan vandaag verschillende mensen interviewen over de aankomende verkiezingen op 22 november 2023. Uh, weten mensen überhaupt dat er verkiezingen zijn en uh, gaan zij wel of niet stemmen? En um, als ze gaan stemmen, wat vinden zij uh, belangrijk? En uh, dat komen wij zo meteen met z'n allen te uh, weten. Kijk mee. Welkom over uh, onze campagne over de verkiezingen. Ik heb drie korte vragen voor u. Weet u dat er op 22 november verkiezingen zijn? Ja, dat weet ik zeker. Ja. Gaat u stemmen? Ik ga ook zeer zeker stemmen. Jazeker. Nee. Ja. ja, zeker ga ik stemmen. En bent u al uit op welke partij u gaat stemmen? Ja, dat, ben ik, dat, dat weet ik al. Ja. Ja, ook dat weet ik. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nog niet. Normaal gesproken wel, maar ik vind het nu extra lastig. Ja, daar ben ik ook al over uit. Zeker. Ja, nog niet beslist, maar ik ben denk in, voor je uh, veel ik denk, voor WWD. En um, kunt u ons uitleggen waarom niet? Um, ja, wat zal ik zeggen? Omdat daar uh, ik kan wel stemmen, maar er wordt toch niks met de stem gedaan. Want uh, ja, dat weet ik uit ervaring. Dus vandaar dat ik dus niet meestem. En welke thema's zijn voor u belangrijk? Welke thema's zijn voor mij belangrijk? Dat is zorg, transparantie in wat er allemaal gedaan wordt in Nederland. En onderwijs vind ik belangrijk, vluchtelingencrisis, klimaat. Dus eigenlijk de thema's die op dit moment spelen, die zijn voor mij allemaal belangrijk. Ja, meer helpen van lager inkomen. Ja. Ik vind dit alles wordt echt te duur nu. Ja. En uh, uh, meer hulp voor kinderen uh, bij je studeren? Uh, de thema's voor mensen met minder bedeelden in Nederland. De mensen die zeg maar, minder uh, uit van een andere achtergrond komen, moeite hebben om aan te haken in de huidige samenleving, de maatschappij. Uh, ik geloof erin dat deze mensen ook hun talenten hebben en bezitten, die zeker een meerwaarde kunnen hebben voor onze Nederlandse maatschappij. En ik denk dat, uh, dat dat een belangrijke is waar ik dan ook mijn keuze qua stemmen ga uh, doorvoeren. Dat deze mensen in beeld worden gebracht en ondersteund worden om ook hun talenten opgebouwd in hun eigen land in Nederland te tentoonstellen. Um, de thema's die mij uh, heel erg aanspreken is uh, gelijkheid. Um, dat iedereen eigenlijk uh... Gelijk wordt behandeld? Uh, nou, verschillende thema's. Uh, nou, omdat ik zelf bezig ben met nou, de aanpak huiselijk geweld, vind ik dat van uh, belang. Onderwijs voor mijn zoontje, van wat zijn daar de plannen van uh, zorg? Uh, nou, veiligheidsthema's, maar ook wel, uh, nou, hoe kunnen we met elkaar, nou, een goed leven hebben in uh, Nederland? En daar zie ik wel steeds grotere verschillen, dus daar vind ik ook. Nou ja, dat is denk ik ook mijn afweging. Dat ik denk, ja, welke partij past het beste bij mijn ideeën. Oké, okay, en voor, uh, mijn laatste vraag. Wat is uw boodschap voor de mensen die uh, niet gaan stemmen? Of die niet weten op, wie, op welke partij ze gaan stemmen? Ik snap u. Uh, het is ook heel moeilijk. Maar bedenk heel goed wat voor u belangrijk is uh, voor dit land. Uh, de Tweede Kamer, worden veel regels gemaakt. En uiteindelijk zijn dat regels die ook waar u zich aan moet houden. Dus mijn voorstel is, uh, lees u in... En bekijk wat bij u past. En uh, kijk welke partij het dichtst bij je komt. Ja, dat ze eigenlijk zeer zeker moeten gaan stemmen. Uh, omdat, dat heel, omdat ik dat heel erg belangrijk vind voor onze toekomst. En voor, onze, voor de toekomst van onze kinderen. Nou ja, dat mensen door bepaalde problemen niet weten op wie ze moeten stemmen. En uh, geen zicht hebben uh, wat er speelt in de politiek. Uh, vind ik ten eerste jammer. Wij proberen hier in onze buurthuis daar wel aandacht aan te besteden. Voor de mensen die dus niet stemmen, ja... Probeer je toch middels uh, taalbarrière uh, in te laten lichten wat het betekent om te stemmen. Elke stem is er één. En zeker voor de mensen die dus die stem niet uitbrengen, betekent ook dat bepaalde doelen niet mogen of niet behaald zullen worden. Ik, ik moet wel zeggen, ik luister wel, ik kijk wel veel debatten. Dat moet ik wel gewoon eerlijk zeggen. En ik kijk wel, alleen er zit voor mij niks tussen dat ik denk van ja, dat, dat is de partij waar ik op ga stemmen. Nou, ik zou zeggen stem in ieder geval. Want ik vind het wel een groot goed dat we mogen stemmen in, uh, in Nederland. En nou, kijk wat voor jou belangrijke thema's is. En op doe, doe op die manier de stemwijzer of iets.